Welkom op de webinar van de visusafdeling van Sensotic. Mijn naam is Camille Sanders en ik ben visusconsulente en werk vanuit het kantoor in Jabbeke. Tijdens deze webinar geef ik wat meer uitleg over de mezzofocus. Achter de schermen werkt mijn collega Jan Bruinhoge mee om jullie vragen ook direct te beantwoorden. Zoals jullie ondertussen wel weten, gaan we het vandaag hebben over de beeldschermloop die de mezzofocus heet. De volgende onderwerpen zullen vandaag aan bod komen. 1. Wat is een beeldschermloop? 2. Technische informatie. 3. Focuscamera. 4. Mezzomonitor. 5. XI-tafel. 6. Bediening. 7. Voordelen van de mezzofocus. En 8. Q&A. Misschien nog even voor de mensen die nieuw zijn in deze wereld. Wat is een elektronische beeldschermloop? Elektronische beeldschermloepen zijn hulpmiddelen voor slechtziende mensen. Ze helpen bij het lezen, schrijven en bekijken van onder andere foto's door middel van vergroting en of verhoogde contrasten. Er bestaan twee soorten, enerzijds de draagbare modellen en anderzijds de tafelmodellen. Naast deze keuze kun je ook kiezen voor een beeldschermloop met of zonder spraak. Er is voor al deze soorten ook een terugbetaling via het VAPH mogelijk indien u in aanmerking komt. De prijzen van de verschillende beeldschermloepen met of zonder spraak variëren tussen de 495 voor een toestel van 4 inch zonder spraak tot 4899 voor een groot toestel van 24 inch met spraak. Even wat technische informatie. De mezzofocus heeft een scherm van 20 inch en beschikt over een Full HD camera met digitale zoom. Je kunt het toestel van zo'n 6,2 kilo ook dichtplooien, waardoor het vrij compact wordt. Het is mogelijk om uw boek, tijdschrift of krant in verschillende kleurencombinaties te bekijken, zoals zwart-wit, geel op zwart enzovoort. De vergroting van het toestel start bij 2,6 maal en gaat tot 30 maal. De focuscamera. Zoals eerder vermeld heeft de mezzofocus een Full HD camera met digitale zoom. Deze vergroot je documenten met de beste beeldkwaliteit en zonder beeldruis. Dankzij de reflectiefilter die aanwezig is op het toestel, kan je probleemloos blinkend papier vergroten. Deze zorgt er ook voor dat er geen schaduwen gecreëerd worden, dus ook niet wanneer je bijvoorbeeld iets gaat opschrijven onder de loepen. De mezzomonitor. Het scherm is kantelbaar en in de hoogte verstelbaar en meet dus 20 inch, zoals eerder vermeld. Het toestel is dankzij zijn ergonomie, verplaatsbaarheid en inklapbaarheid zeer comfortabel. En door het compacte design is het toestel makkelijk meeneembaar. Zoals op de foto rechts zie je het toestel die dichtgeklapt is en zo kun je die eigenlijk makkelijk meenemen. Dan de XI-tafel. Aan het toestel hangt een XI-tafel, ook wel leesplateau genoemd. Deze zorgt ervoor dat je gemakkelijk met je document kunt verschuiven. Op de XI-tafel staat ook een rem. Met deze rem kun je dus eigenlijk de leesplateau gaan vastzetten, bijvoorbeeld wanneer je het toestel wilt transporteren of wanneer je iets onder de loep wilt schrijven. De rem is het gele hendeltje onderaan het toestel waar ik de gele pijlen heb bijgezet. Wanneer deze naar links staat, zoals op de bovenste foto, staat deze open. Wanneer deze naar rechts staat, zoals op de onderste foto, staat deze vast. Dan de bediening. Op het toestel zijn drie knoppen vooraan. De linkse knop, daar kan je aan draaien om... om de kleurencombinaties te veranderen. Je kunt deze knop ook lang induwen en dan kom je in de menu. In de menu kan je zaken zoals kleurverzadiging, taal, vergroting enzovoort aanpassen. Nu, ene keer dat die goed staat voor jou, is eigenlijk niet nodig om daar nog heel veel in aan te passen. De tweede knop, en dus de middelste knop, daarin kan je draaien om de vergroting aan te passen, dus om je tekst kleiner of groter te zetten. En dan heb je de laatste knop helemaal rechts. Als je daaraan draait, dan kun je de helderheid aanpassen. Duw je ene keer deze knop in, dan komt er een horizontale leeslijn of masker.
Duw je deze twee keer in, dan komt er een verticale leeslijn of masker. Om deze van plaats of breedte te veranderen, draai je gewoon weer aan diezelfde knop. Ten slotte bevinden zich ook twee knoppen achteraan het toestel. De linkse knop gebruik je om het toestel aan en uit te zetten. En de rechtse knop gebruik je om het licht aan en uit te doen. Ik heb ook een roze cirkel rond die twee knoppen gezet, zodanig dat je ze een keer goed ziet. Nu, wat zijn nu de voordelen van de MezzoFocus en waarom zou je nu voor dit toestel kiezen? De MezzoFocus heeft een zeer goede camera en is gebruiksvriendelijk. Er zijn maar drie knoppen aanwezig, waardoor de bediening ook vrij eenvoudig is. Doordat je het toestel kunt dichtplooien, is het verplaatsbaar en dus ook ineens discreet. Heb je bijvoorbeeld bezoek en staat het toestel normaal gezien aan tafel, dan kun je die gemakkelijk dichtplooien en opbergen in een kast bijvoorbeeld. De prijs van het toestel bedraagt €2.851 en hiermee is de MezzoFocus prijskwaliteit dus wel een heel goede keuze. Hierbij nog kort even een demonstratie van de Mezzo. Dichtgeklapt is de Mezzo een heel compact toestel. Gelukkig kan je het ook heel eenvoudig openklappen. De stroom aansluiten doe je achteraan. Je vindt hier ook de aan- en uitknop. Naast de aan- en uitknop vind je de knop om de belichting in te stellen. Je kan het scherm in de hoogte verstellen. De rem op de XY-leestafel van je toestel heeft drie mogelijke posities: links, centraal en rechts. Met de rem naar links kan je de leestafel in alle mogelijke richtingen bewegen. Met de rem in het midden kan je de leestafel horizontaal bewegen. Met de rem naar rechts is de leestafel volledig vergrendeld. De Mezzo bedien je op een heel eenvoudige manier met de drie draaibare drukknoppen. Draai aan de linkse knop om van kleur te veranderen. Houd deze knop ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Druk opnieuw op de linkse knop om het menu te verlaten. Draai aan de middenste knop om de vergroting te veranderen, kleiner of groter. Draai aan de rechtse knop om de helderheid en het contrast te veranderen. Als je deze knop indrukt, dan krijg je een leeslijn of een beeldmasker te zien. Zo, dankjewel voor je aanwezigheid op onze webinar. Mocht je geïnteresseerd zijn in onze andere webinars, hou dan zeker onze website en Facebookpagina in de gaten. Wil je een van onze toestellen uitproberen of aanschaffen? Neem dan zeker contact met ons op. Dit kan via mail op sales@sensotech.be of telefonisch op het nummer 050 39 49 49. Dankjewel en tot ziens.